Eindelijk. Eindelijk kwam er na al die jaren een echte vorm van klaarheid in de omstandigheden waaronder Alex van het leven was beroofd. En ook in het waarom. Lange tijd leek het erop dat de moord op huisschilder Alex Wiegmink, die op 20 januari 2003 op de postbank werd vermoord na een rondje hardlopen, nooit zou worden opgelost. Maar in november vorig jaar biecht de 56-jarige Frank S. uit Boekel de moord op. Frank S., een kleine, kalende man met kraaloogjes. Hij luistert aandachtig naar wat er gezegd wordt. Net iets achter hem zitten de nabestaanden van Alex Wiegmink. Ook een van zijn zonen, Freek Wiegmink. En hij zegt mij na de zitting dat het hem zwaar valt om zo dicht achter de man te zitten die zijn vader in 2003 vermoordde. De twee Brabanders wisten 13 jaar uit beeld te blijven voor de geruchtmakende moord. Maar de advocaten van Frank S. zegt dat hij het niet langer voor zich kon houden. Voor hem was de keus of einde aan het leven maken of zeg maar openheid van zaken geven. En daarmee ook de nabestaanden de kans geven om te vernemen wat er is gebeurd. Zijn geweten begon op te spelen. Dat speelde al 13 jaar op. Dat heeft hem nooit. Hij heeft nooit een rustige nacht gehad, dat kan ik u wel vertellen. Frank S. zegt dat Wiegmink het slachtoffer is geworden van een uit de hand gelopen poging tot carjacking. Hij moest onder schot zijn auto afstaan. Justitie denkt er anders over. Want na een DNA-match komen de twee Brabanders in 2014 in beeld. Ze worden maandenlang afgeluisterd. Op een van de geluidsbanden zegt Soeris R. dat ze al rekening hielden met moord. En dat het een afspraak was dat als iemand getuige was bij een carjacking, dat hij het niet zou moeten overleven. En dus wordt de man een moord in vereniging ten laste gelegd.